je hebt zo'n blokje gemaakt, een vierkant blokje. Je probeert hem zoveel mogelijk in het midden te krijgen. Oh. Ik moet even een beetje water hebben, natuurlijk. Pauze. Zo lekker moet zo. Je maakt gelijk een gat in. Je hebt hem nog niet gecentreerd. Nee, maar dan gaan we beide vanuit dat hij in het midden zit. Trek de bodem. Ook weer onder de klei. Hij zit gewoon onder de klei te werken. Ja, dan moet je de bodem mooi maken, zoals je altijd dat moet doen. Nou, dan ga je gewoon hieronder zitten. En dan trek je gewoon eigenlijk, even kijken hoor, ik zal even stoppen. Ga je hieronder zitten, hier wordt hij wel weer rond. En ik trek nu, ga ik langzaam naar boven. Ik heb een scherm mis, waarom heb je met de vierkant dan? Boven de lol. Voor de lol. En dan krijg je dan dat hier dus rond is. En hier krijg je een soort, het is niet helemaal vierkant, maar je krijgt een op zich ook een hele mooie, lekkere dikke klos aan de zijkant. Kan mooi zijn. Ik zal nog een keer vanaf het begin doen dan, als je er niet bij was. Maar je gaat nu de lol in voor de lol. Je begint zo. Gewoon. Probeer het een beetje midden te krijgen. Ja, het is een beetje gok of die in het midden staat hoor. Maar je moet het ook allemaal niet zo nauw nemen. Het is ook maar een geintje. Ik trek weer de bodem. Je gaat onder de klei zitten. Dat vind ik spannend. Hoef je ook niet zo snel te draaien. En dan ga je gewoon naar boven werken. Dit mag eigenlijk wel wat platter. Nou, het gaat niet goed als ik wilde, want dit mag eigenlijk een stuk. Maar je bent het bijna kwijt nu. Normaal dan hou je echt een hele mooie curve over met dikke klodders aan de vier kanten. Maar het gaat nou niet zo goed als ik zou willen. En dan heb je een andere vorm.